Het Maldegemveld, een heide in het goedbos in Knesselare, zal de komende jaren hersteld worden. Natuurpunt Vlaanderen kocht er 15 hectare en zal ervoor zorgen dat de natuurlijke vegetatie er zich terug kan ontwikkelen. Het is namelijk zo dat het Maldegemveld uh, dus een uh, Europees beschermd habitatgebied uh, is. In uh, 1993 zijn we weer gestart met ongeveer 4 hectare. En nu, 20, bijna 20 jaar later, is het reservaat gegroeid tot ongeveer 120 hectare. De bedoeling is dat we via LIFE midden, dus een, een live Europees project die de natuur in habitat en Natura 2000 gebieden, dat we dus verschillende acties ondernemen. En een van die acties is dus de aanleg van uh, poelen, uh, vannen en dus uh, het herstel van de heide. Erg veel heide vind je in ons land niet terug. Daarvoor moet je in de Kempen of in de Hoge Venen zijn. Het is voor het meetjesland dus belangrijk dat het Maldigenveld bewaard wordt. Heide is een, dus een sterk bedreigde Europese habitat, 2% van Europa bestaat maar niet meer uit heide. en de bedoeling is in feite dat al die levensgemeenschappen die op die heide voorkomen, dat die terug kansen krijgen. Zeer bijzonder is hier voornamelijk de levenbarende hagedis, een, een reptiel die je al zonnend terug kan vinden op de houtstammetjes, vandaar dat je hier en daar die stronken ziet zitten. Daarnaast uh, hebben we natuurlijk die poelen voor de salamander. En dan daarnaast hebben we ook uh, zeer bijzondere vlinders. En een voorbeeld daarvan is de kleine vlinder. die profiteert van uh, het openstellen van de dreven, uh, de kamperfolie en noem maar op. Een zeer belangrijke actie is uh, de communicatie. Uh, Communicatie-openstelling. En het is namelijk zo in de gebieden die we aankopen: dat we dus nieuwe wandelpaden gaan aanleggen, uh, de mensen gaan informeren via infoborden, maar ook. Via infowandelingen. Normaal gezien heeft Natuurpunt nog twee jaar werk. Eind 2013 zal je dus in eigen streek kunnen genieten van dit heidegebied.